vriendinnetjes, was weer een aflevering van Harley's Quintessenties met Harley Quinn. Tot de volgende keer. Lois Lane hier met een live verslag over de hipste nieuwe trend, Harley Quinn. Iedereen wil lijken op Harley. Zelfs het Cape en Cap Café doet mee aan de Harley-viserende fun met de Smoothie Quinn. Dus Harley is nu een hit? Laten we hopen dat ze zichzelf blijft. Aan de kant allemaal! Er moet een ster langs! De Harley Courts is geëxplodeerd met HarleyCon. Nu kan iedereen een Harley Quinn worden. Iedereen? Er is maar één echte Harley Quinn en dat zal ik bewijzen! Hé, hey Harley fans! Bereid je voor op een grap van formaat! Stelletje naapen de nippers! Jullie vergallen mijn grap! Het is mijn taak als superheld om jullie te redden van jezelf! Harley-viseren is voorbij! Van nu af aan zal ik dus alleen nog maar vloggen over super saaie, suikervrije cupcakes. De Harley Court is getemperd en Metropolis is weer normaal. Bijna dan. Hé, gaat het wel? Ja, Wondi. Ik ben liever in mijn eentje dan met een heel legertje naapers. Ik hoorde iets over cupcakes. Met liefde gemaakt. En met kaboom, snoepjes! Superhero High presenteert met trots de heldin van de maand. Dat ben ik, Harley Quinn! De manier waarop Harley de dag redt is, uniek. Whoopee! Ze is echt heel, creatief. Ik heb lunch voor je. Vega smakelijk. Oh, mijn planten. Harley is een grappige vriendin. Gestoord grappig. Glittermond! Nee! Harley Quinn, heldin van de maand. Serieus? Waarom zo serieus? Hey, wil je nog iets uit de kantine voordat die sluit? Mmm. Er zijn een hoop lekkere dingen. Superfoodtaart! Die zoete, zoete quinoa-vulling. En dan bedekt met een bloemkoolschuimkorst. Er is nog maar één stukje over. Mwah. Taart. Niks aan, joh. Mijn hoofd zegt dat ik geen hittevisie op mijn vrienden mag gebruiken. Maar mijn buik zegt... Taart! Hey! Niet zo snel! Wauw, knap gedaan hoor. Dank je, daar heb ik op geoefend. En dat doe ik zo meteen ook bij die taart. Ah! Oh! Ze zijn taartgek geworden! Ik stop niet! Kan niet stoppen! Dit is belachelijk. We delen die taart wel. Je hebt gelijk. Kom hier. Zoals een beroemd meisje ooit zei, laat mij taart eten. Superhero High presenteert met trots de heldin van de maand. Hier wat inzoomen, daar wat scherp stellen. Batgirl. Oh, yes! Oh, die meid heeft een neus voor gadgets. Net zoals toen ze won die schild zo opritselde, fritselde. Met haar detective skills komt niemand ergens mee weg. Ik weet het. De laatste superfood cupcake is opgegeten door... Harley. Betrapt! Nu kan ze misschien heel goed mikken, maar toen ze nog klein was, raakte ze haar eigen mond niet eens. Pap.
Batgirl, heldin van de maand. Oh, mijn Hera. We zijn te laat. Mijn moeder flipt als we de eerste gang missen van het feest der vijven. Als we de onzichtbare jet pakken, dan zijn we misschien net op tijd in Themyscira. En waar precies is die onzichtbare jet? Die is hier. Ik zoek even naar de deur. Mijn onzichtbare jet is verdwenen! Wandy? Mijn onzichtbare jet! Hou vast. Hey! Wat doe je? Geen onzichtbare jet. Alleen maar een zichtbare sleepwagen. Sorry. Super foutje. Blijkbaar ben ik vergeten waar hij staat. Rustig maar. Ik heb om hulp gevraagd. De Detective Club meldt zich. Beast Boy, begin met snuffelen. Okidoki. Hey! Volg die Beast Boy. Hij heeft... een frisbee gevonden. Oh, dat kan toch best een beetje vrolijker, jongens? Dit is een zoekfeestje. Ik heb iets om jullie op te vrolijken. Verdwijnende inkt. Dit is geen tijd voor grapjes, Harley. Ik zeg dit niet graag, maar dit is geen grapje. Dit is de oplossing. Neergezet. Bedankt, Harley. Kom op, meiden. Als we opschieten, kunnen we nog naar het feest. Zodra ik weet waar ik mijn onzichtbare sleutels heb gelaten. Jullie missie, als jullie tenminste op missie willen, is je klaarmaken om naar binnen te sneaken en mij te helpen deze verjaardagsverrassing op Batgirl's kamer te zetten. Maar Batgirl is toch nog lang niet jarig? Dat maakt het juist zo verrassend! Scheelde niks. Hou aan de slag. Ha! We hebben Betty's inbraaksysteem gekraakt. Ha! Lekker! Wat een welkom. Zet het pakje maar op haar bed en dan als de bliksem weg hier. Alsjeblieft weg hier. Niemand de deur uit voor het pakje is afgeleverd. Harley, schiet op. Even wachten. Nog even. Jijks. Was ik toch bijna het plakje vlees tussen een broodje bedplafond.
is thuis. Verstop je. Ik kom eraan. Even mijn gadgetgordel pakken. Dan kunnen we de hele dag weg. Voor mij? Wat een verrassing. Ja, er staat een pakje voor me. Lief, hè? Ha! De verrassing is een succes! En Bets heeft niet eens gemerkt dat we hier waren! Maar hoe komen we hier nou weg?